Dames en heren, de sneltrein naar Amsterdam Centraal, Schiphol en Leiden-Lammerschans van 16:33 vertrekt vandaag van spoor 14C. Onlangs opende de Roermondse wethouder Marianne Smitsmans in verzorgingscentrum RCG Roermond een treincoupé speciaal bedoeld voor mensen met dementie en geheugenproblematiek. Daarmee is Roermond als dementievriendelijke stad één van de twee locaties in Limburg waar een dergelijke coupé is gerealiseerd. In totaal worden er in Nederland 22 treincoupés nagebouwd. Een initiatief van de Nederlandse Spoorwegen en Alzheimer Nederland. Nou, geweldig. Nog nooit metgemaakt. Wel dukker in de trein gezeten. Dukker waar dan, naar Maastricht en zo. Ja. Ik vind het heel fijn, want we hadden vroeger geen auto, dus alles deed je met de trein. Dus we gingen, ja, of met de fiets, maar liever gaat ooit, we gingen met de trein naar Den Haag. En dan hadden we door vakantie. En we zijn naar Oostenrijk, die gingen ook allemaal met de trein. Dus dat is heel herkenbaar zo, hè? Nee, van één. Dat is echt geweldig. Het is een super initiatief van Protea hier bij het RCG. Samen met Alzheimer.